Nou, ik denk dat het nu nog wel goed komt. Het ziet er best nog best prima uit, maar ik denk dat het niet heel lang duurt voordat het helemaal instort. Ja. Ja, het lijkt mij dat het niet 2 jaar lang kan volhouden. De onrust onder treinreizigers is groot. Met het blote oog is te zien dat de constructie onder het relatief nieuwe treinstation wegspoelt met de regen. Hier bijvoorbeeld lijkt een stuk van de constructie weg te zakken. Treinreizigers zijn er dan ook niet gerust op. Ja, ik ben bang dat met een laatste grote regenbui dat zand er onderweg is gespoeld. En toen is het ingestort. Het moeten ze even wat steviger neerzetten, zeg maar. ProRail is verantwoordelijk voor het onderhoud van de stations. Volgens de spoorbeheerder is er weinig reden tot zorg. Nee, mensen hoeven zich gelukkig geen zorgen te maken. Ik heb die beelden zelf ook gezien en ik begrijp best dat mensen zich zorgen maken. Maar we hebben alles gecontroleerd en alles is nog veilig. De draagconstructie van de bebouwing daar, die is nog helemaal in orde. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Wat is er dan wel aan de hand? Ja, wat er aan de hand is, is dat er water uit de baan, dus uit het spoor, eigenlijk naar beneden spoelt. En die neemt wat van het zand en van de aarde daaronder mee. En daardoor ontstaat een soort gat daaronder. Dat ziet er best, best apart uit, kan ik me voorstellen. Maar zoals ik net al zei, gelukkig hoeft niemand zich zorgen te maken, want de constructie is gewoon in orde. ProRail is op de hoogte van de situatie en werkt aan oplossingen. Ja, dus er is iemand van ons langs geweest en heeft nog eens gekeken hoe zit alles hier in elkaar en klopt dat nog steeds. En hoe het werkt is dat het bouwwerk op de onderdoorgang eronder draagt en dat die ook op verschillende plaatsen verankerd is. En dat wat jij weggespoeld ziet worden daar, dat is niet relevant voor de draagconstructie. Dus alles staat gewoon nog als een huis daar. Dus gaan we wel kijken of we dat beter kunnen oplossen. Dus een van die dingen waar we nu aan denken is om de bovenkant te bestraten, zodat het water daar niet meer naar beneden kan. En dan spoelt het dus beneden ook niet weg. En we kijken of we in de tussentijd iets daarbij kunnen zetten om te zorgen dat mensen weten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. En dan moet ik denken aan een bordje met uitleg. Bijvoorbeeld, ja, zoiets.